Lange, droge periodes en veel meer regen. We krijgen er steeds vaker mee te maken. Kinderboerderij De Kooi in Rotterdam-Zuid en het waterschap Hollandse Delta, die hebben de handen ineengeslagen en komen met voorbeelden hoe je thuis in je tuin droge voeten houdt. Ingrid Heldersson van de kinderboerderij. Het kan regenen, het kan droog zijn. Deze kinderboerderij is waterproof. Heel waterproof. We hebben een paar leuke aanpassingen gekregen van het waterschap Hollandse Delta. En het is ontzettend leuk om aan de mensen te kunnen laten zien wat je met overtollig water, wat je er eigenlijk mee kan doen. Bijvoorbeeld een regenton nemen zoals die hier staat. Ja, precies. Die is aangesloten zoals je ziet op de pijp van de goot. Dus het overtollige water komt in de regenton terecht. En in droge periodes doe je het kraantje open, houd je gietertje eronder. En vervolgens kun je je plantjes in de tuin water geven. En zullen we eens even kijken, is die al vol? Kijk maar. Oh ja, het is echt pommetje vol. Ja, hè, dan kan kunnen we wel even gaan gieten. Nou, ik denk, Michiel Hartkamp van waterschap Hollandse Delta, dat zoiets je goed doet om dit te zien. Het zijn hartstikke mooie en nuttige toepassingen die we hier gedaan hebben. En ook relatief eenvoudig. Je kan het ook in je eigen tuin doen. En dat is precies wat we hier willen laten zien. Wat is nou de meest in het oog springende verandering hier aan de kinderboerderij? Hier bij het caviahuis met het gedeelte waar een stuk van de stenen zijn verwijderd en waar grind voor in de plaats is gelegd. Een grindstrook. Tot nu toe viel het water van het dak gelijk op de stenen en vormde vaak plassen. Nu valt het in het grind, zakt in het grind, in de grond en wordt langzaamaan zakt het weg gewoon de grond in. Het gaat dus niet naar het riool. Dus het riool wordt niet overbelast. Nou, we hebben eigenlijk de meneer van het waterschap niet eens nodig, hè? Ingrid weet het allemaal. Nee, Ingrid vertelt dat verhaal hartstikke prima. Maar vooral dat stukje van het riool, dat is wat mensen nog wel eens vergeten. Juist in de zomer heb je van die rare piekbuien. En dan denken mensen, oh, maar dat wordt wel geregeld via het riool. Maar juist dan stroomt het riool over. En dan is zo'n grindstrook waar het water langzaam inzakt een prima manier om in je tuin heel eenvoudig dat water vast te houden en het uit het riool te houden, waardoor dat ontlast wordt. Ja, en ik dacht altijd, doe gewoon een tegel eruit en doe er groen in. Dat is ook een manier. Nog eenvoudiger als je van bloemetjes houdt, is dat je keuze natuurlijk. We hebben nog een sedumdak op een kiphok liggen. En dat zijn vetplantjes die langer water vast kunnen houden, maar ook heel goed geschikt zijn voor drogere periodes. Dus het blijft groen, het ziet er mooi uit, het houdt water vast, waardoor het minder snel op de grond terechtkomt en plassen vormt. Ja, dat zorgt er ook voor. Zo'n dak die... Dat zijn eigenlijk twee functies. Het verminderen van hittestress, oftewel in de stad heb je wat meer groen. Hè. Dat geeft ook dat vocht wat gereguleerd. Eraf, dus je hebt daar wat minder last van. Het vermindert ook fijnstof, daar schijnt het ook aan bij te dragen. En daarnaast draagt het heel simpelweg ook bij aan de biodiversiteit. Oftewel meer beestjes en bijtjes in je eigen omgeving. Ja, maar helpt het dan? Want dit is bijvoorbeeld echt een heel klein stukje. Ja, alle kleine beetjes helpen. Maar waar het hier nu om gaat is juist dat je die combinatie hebt van kinderen en ouders die je dus samen kan laten kennismaken met deze maatregelen. En dat is ook waarom we gekozen hebben om samen met De Kooi hier deze nieuwe maatregelen te laten zien en aan het publiek te tonen. Dit zijn aquablocks. Je ziet het hier als een metalen rand met gaatjes, waardoor het water zachtjes de grond in kan zakken. Maar daaronder zit een laag van een centimeter of 15 met een wat watachtig spul. Dat houdt het water wat langer vast, waardoor het daarna rustig afgegeven wordt aan de grond en niet in één grote plons. En de ooievaar, is die al terug, Ingrid? De ooievaar is terug en ze zitten weer op het nest. En ik denk wel dat ze op eieren zit. Want ik zie iedere keer het kopje van een van de twee net boven het nest uit. Als je dadelijk even kijkt, dan kan je zien dat ze zelf het nest hebben verhoogd. Er zit weer een hele mooie hoge rand omheen. Hebben ze zelf gedaan. Niks aan gedaan. Niet die. Dat is de reserve. Maar die rechtse ooievaarsnest. Oh, kijk, er zit er al één op. Nou, dan krijg je weer extra erbij, hè? Gratis ooievaars is nooit weg. Ze komen wel altijd in kolonies, dus daar moet je voor oppassen. Nou, ik zal je vertellen dat wij toen we pas de ooievaarspaal hadden staan, dat ik hier op een zondag stond en dat er 8 ooievaars boven me rondvlogen. Geweldig. Maar het zijn er telkens 2 die op dit nest zitten en het andere nest op die andere boom. Daar zit er af en toe wel eens 1 op, maar kennelijk vinden ze te veel moeite om daar wat te gaan bouwen. We zijn hier op de kinderboerderij om te praten over waterproof. Nou, we lopen hier echt door een enorme plas. Dus hier zou je eigenlijk iets moeten doen, hè? Ja, nou misschien heeft de meneer van het waterschap nog een paar ideeën. Nou, dit is dus een prima voorbeeld wat je ziet als je een heel terrein vol met asfalt legt. Want we liepen net over een asfaltpad en dan kan het water dus niet doorheen. Ja, maar daar ligt gras en daar ligt het ook onder water. En daar ligt waarschijnlijk een kleilaag onder. En de eigenschap van klei is dat klei waterdicht is, dus dan kan het water ook niet weg. Jee.
Wat nu? Je zou met verschillende infiltratiemethoden, zou je gaten in die kleilaag kunnen maken. Maar ja, het is een kinderboerderij, de middelen zijn beperkt, dus daar moet je wel slim mee omgaan. Misschien is een geultje naar de vijver hierachter wel genoeg. Zo, nu komen we in de tuin. Daar mag het nog wel wat kleuriger worden. Ja, mensen zijn net begonnen, de senioren zijn net begonnen. Met de moestuin? Met de moestuintjes, de kinderen. Kijk, de eerste bloemetjes die hebben ze in de grond gezet, dus de eerste buitenlessen zijn begonnen. En onze eigen buurtmoestuin, dat gaat nog komen. Ja. We hebben hier wel gelijk weer een nieuwe aanpassing. De bank of de tafel, je kan hem voor twee doeleinden gebruiken, denk ik. Is ook gelijk een wateropvang. Ik zal het je even laten zien. Dus je kan er eigenlijk gewoon lekker op je bankje buiten zitten? Of een tafeltje om daar een drankje op te zetten. Bijvoorbeeld. Maar kijk, als ik hem open doe, blijkt het ook de opvang van water te zijn. Eigenlijk een regenton, maar dan in een andere vorm. En ook hier zo zit weer een aftapkraantje. We zijn helemaal achterin. Bij de kinderboerderij, de moestuin. En hier is nog één voorbeeld van hoe je zelf thuis iets kan doen aan wateroverlast. Wat is het? Het is een ringwinner. Nou ja, regenwinner. Ook deze vangt weer het water op. Ja, een soort schuttingdeel die je tussen je tuinen met je buren kunt plaatsen. En ook daarin zit onderaan weer een kraantje waardoor je weer het water op kan vangen om je plantjes in de tuin water te geven. Nou, we hebben de hele tuin afgelopen en dat kan je dus dinsdag ook gaan doen, want dan is er een hele speurtocht. Ze komen dan langs al de aanpassingen. En daarnaast kunnen ze met professor Braaksma gaan ze proefjes doen. Op zoek naar het leven in water. Want ook in de sloten ligt natuurlijk ook heel veel water. En het is ook heel leuk om dat te ontdekken wat er allemaal leeft. Maar ook proefjes met water van, hoe kan je water nou zuiveren? Deze officiële ingebruikname van het waterbestendig maken van de kinderboerderij is eigenlijk onderdeel van de Week van ons Water. Dat is een landelijk evenement. Op allerlei verschillende plekken wordt er extra aandacht aan water gegeven. Hoe je water slimmer en beter kunt gebruiken in het kader van klimaatadaptatie zoals hier. Maar ook over afvalwater en dat soort dingen meer. En daarom hebben we naast alle elementen hier op de kinderboerderij, hebben we ook op de toiletten, speciaal voor de kleintjes, een postertje hangen met dropje water die uitlegt waar het afvalwater uiteindelijk allemaal naartoe gaat. Nou, dinsdag dan worden de aanpassingen op kinderboerderij De Kooi officieel in gebruik genomen. De Week van ons Water begint vandaag al en duurt tot en met 13 mei.